In Boskoop wordt carnaval dit jaar extra feestelijk gevierd. Carnavalsvereniging De Kroushoppers bestaat namelijk 44 jaar. 4 keer 11, dus een jubileum in carnavalsbegrippen. Hier staat er één te lachen. Nou, die stikt van het lachen. Midden jaren 70 besloot een aantal inwoners van het Kwekersdorp dat het tijd was om een carnavalsvereniging te starten. Ze begonnen met niets, maar inmiddels is het carnaval in Boskoop, oftewel Kwakveen, uitgegroeid tot een ware traditie met grootse feesten en een indrukwekkende carnavalsoptocht met tientallen versierde wagens. Oh, dat wist ik helemaal niet. Onze Arbo. Nou, dat mag ik niet meer natuurlijk. Nee. Drie Kroushoppers van het eerste uur blikken terug op 44 jaar. Hans Bontekoe, Riet Lindhout en Chris Stolwijk. En die hadden alle drie niet kunnen bedenken dat het carnaval tot zoiets groot zou uitgroeien. Het was de bedoeling dat we een beetje breed draagvlak kregen. Dus van allerlei mensen en generaties en uit Snijderwijk en van een ander houtje. En dat het bij elkaar zou komen om ene carnavalsvereniging te maken eigenlijk, voor heel Boskoop. We vonden het leuk en dat was ons clubje. En dat was hartstikke gezellig. Maar toen bleek dat het daaromheen de mensen het ook leuk vonden. Ja, totaal niet om het zo groot te maken. We hadden als voorbeeld hadden we inderdaad Alphen aan de Rijn. En toen zeiden we, joh, dat is een carnavalsclub. Zo, daar zit wat in. Dat. Maar niet dat we dat totaal niet wilden evenaren. Wij wilden een aantal avonden geven per jaar eigenlijk. En ja, als ik zie hoe het leeft in het dorp. En of ik in een winkel kom of in een... Overal, joh Chris, joh, nog een weekje en nog 14 dagen. En weet jij wat er niet meer? En dus het leeft eigenlijk enorm, vind ik althans. Laat ik het zo zeggen, is een boomkwekersdorpje eigenlijk. Die het eigenlijk alleen maar druk had met werken. En dat is behoorlijk veranderd, zeg maar. Ja. Vroeger hadden we de Rozenburgt. En dat was fantastisch. Dat was een beetje oude zaal. En die zaal die had wat. Daar hielden we onze feesten. En daar konden we ons helemaal uitleven, zeg maar. Ja, dat was een mooie. Dat is echt, ja, dat gebouw, daar leeft ook wat in dat gebouw. Dat is gewoon, vonden we ook echt jammer dat we daar uitgingen. Dat vind ik ook. Daar ligt iets van ons allemaal. Daar ligt echt iets van ons allemaal. Iedereen. Ja, wat een mooie tijd. Ik word helemaal emotioneel. Ja, okay. Ja, mooi. En als je nu, zeker zoals een paar jaar geleden, dat we dus ineens zo naar de Parklaan gingen en je zag daar het hele spul staan en het is, nou dan val je bek open bij wijze van spreken. Dat je denkt, joh, dat zoiets gebouwd is en dat zoiets gemaakt is. En nog, als ik daar kom en de Kroushoppers hebben daar zo'n avond of dan denk ik, mees. Is er wat werk van gemaakt? En prachtig toch goed? Mooi. Dan doe je wat, laat ik het zo zeggen. Ja, leuk. De eerste naam was Buco. En Buco was een Boskoops mandje. En daar was de eerste naam. En men dacht, of wij dachten, dat het was Buco 1, Buco 2 en had nu Buco 44 geweest. Bij ons hebben ze allemaal eigen namen. En in het begin was dat een beetje wennen en een beetje kijken, maar eigenlijk is dat heel leuk, want Prins Geit, daar heb je dan gelijk een kopie bij. En Prins Buco de 25e, dan raak je het ook bij. Ja, we hadden eigenlijk geen optocht. We zijn eigenlijk zomaar begonnen met een... Achterop een karretje hadden we... Een schouw op een karretje hadden we staan, op een annenwagen hadden we staan. En daar stond gewoon de Raad van Elf op. En daar gingen we de sleutel halen voor de kindermiddag. Dat was de optocht, dat was op zaterdagmiddag. En dan leek het nog wat, laat ik het zo zeggen. En het was vaak toch zo'n februari, het was vaak een soort koud. Dus en dan hadden we de sleutel van het gebouw en dan kon onze carnavalsactiviteiten konden beginnen in februari, zeg maar. Dat was eigenlijk het begin allemaal zo. Vraag maar aan Riet. Riet weet al waar het is. Oh, waar staat... Weet jij soms waar dat... Oh ja, die liggen daar, of dat ligt zus, of... Dus ik werd de moederoverste van de vereniging genoemd. En daar heb ik dus ook later een onderscheiding over gekregen. Echt een
een nonnetje had ik dus, kreeg ik dus. Vraag maar aan Riet, Riet weet alles. Ik heb lang genoeg gedaan. Maar je blijft toch, je blijft erbij betrokken. Ik vind het, je bent er mee. Ik zeg altijd, je bent er mee ingerend. Je bent er gewoon mee ingerend. En je raakt niet kwijt. Je raakt niet kwijt hoor. Want nu ook weer. Riet, doe nog één keer mee met optocht. Nee, ik doe niet meer mee met optocht. Nou, één keertje nog. Ik zeg, ik ben 80 hoor, onderhand. Dat staat er toch niet op, zeggen ze dan. Ik zeg, oh nee, het staat er niet op. Ik zeg, oké, laat ik dan nog maar één keer meedoen. Ja, die was lekker slank. Ja. Voor de huidige Crooshappers hebben de drie vedetten van de vereniging een duidelijke boodschap. Jongens, een poosje doorgaan. Ja. De 55 willen we ook meemaken. Want dan zijn wij er nog wel. En daarna wordt het wat lastiger. Nou, denk ik. Als ik er nog ben, weet ik niet. Riet gewoon doen. Riet die helpt al met de rollator. Ja. Dat 55 jaar. Misschien weer een goed mobiel om een beetje ruimte te maken. Ja. En het is een beetje vroeg, hè? De koffie zet op. En trek je een biertje. Hebben we niet meer toch proost? Proost. Ja, absoluut proost.